gaat hij doen? Gaat hij echt wegrijden? Gaat hij oprecht? Wat moet ik doen? Moet ik naar buiten lopen? Ik weet niet wat ik moet doen, man. Ja, doe maar. Even stoppen. In deze serie volgen we mijn reis naar onsterfelijkheid op de voet en om daar te komen moeten we lijden. En soms had ik op deze reis gewenst over net zoveel zelfvertrouwen te beschikken als wijlende Eddie Wally. En hoe was het zingen, kinder? Viel het mee? Jan, iets geweldig. Ja? Bij elk nummertje een daverend applaus. Geweldig, geweldig, geweldig. Enorm. Enorm, ja. Om mij iets meer zelfvertrouwen te geven wil ik je vragen om op dat abonneerbutton in het chat te klikken. Want we zijn bijna bij die 100k, bijna bij de button. Vergeet niet om dat algoritme helemaal zoek te commenten, te liken en te streamen tot je non zwicht. We beginnen met goed nieuws, want bijna alle shows zijn uitverkocht. En dus komen er 2 shows bij. Den Haag op 14 mei en Rotterdam op 22 mei. De kaartverkoop start nu. Klik op de link in de beschrijving voor de tickets. Er zijn trouwens ook nog kaarten voor de show in Zwolle. En die show is volgende week al. En dus zou ik maar snel kaarten kopen met je harses. Vorige keer in de Dean reageerde de man die op dit moment de nummer 1 hit in Polen heeft eindelijk op mijn appjes en maakten we een afspraak voor de studiosessie. Gaat die collab er dan eindelijk komen? Misschien, maar wat er ook gebeurt, jullie gaan het zien. Het is de Dean. Ik zet alles in de fik, op naar de top. Mijn vrienden en ik, het is de Dean. Yo, Polska. Hey, yo, yo. Yo. Alles goed? Ja, zeker. Met jou? Ja, is ook goed, man. Ah, nee, meen je niet? Ik heb corona, man. Ah, nee. Wat kut, man. Ja, dit is overmacht, man. Nee, gelukkig is het maar een grapje. En met deze grap begon deze memorabele dag. Want even later had ik Polska weer aan de lijn. Ik was nog even iets vergeten te zeggen. Wat? Je moet wel even een paar dingen voor me halen. Mijn rider, zeg maar. Als ik in de studio ben. Wat dan? In een rider geeft de artiest aan wat er voor nodig is om een goed optreden te kunnen geven. Zoals vodka of een 1,5 liter fles Barolo. Of chips, snoepen, koek. Sommige artiesten grijpen dit aan om de meest bizarre dingen erop te zetten. Bijvoorbeeld de befaamde blauwe M&M's. Je moet echt beloven dat het er is als ik kom, anders dan ga ik het sowieso niet opnemen. Wat heb je nodig? Oké, check je WhatsApp, ja? Ja, dat is goed. Oh nee. Ah nee, is... donder op. Dit kan niet. Dan moet ik naar een fucking Poolse supermarkt. En toen stuurde Mr. Polska wat er op zijn rider stond. Pools brood, Zarantarti, Smelek, Poolse augurken. Ik kreeg een klein beetje de indruk dat Mr. Polska mij zat te trollen omdat hij door had hoeveel macht hij had. Maar ja, ik wil die collab nou helemaal graag en dus zat er niets anders op en gingen Stijn, Ricky en ik met gierende bandjes in de Dacia Logan op zoek naar een Poolse supermarkt. En die bleek helemaal niet Pools te zijn, maar Oost-Europees. En de man achter de toonbank zei die bewuste producten helemaal niet te hebben en dus vroeg ik naar iets soortgelijks, want ja, we moesten wat. En toen scheurden we weer terug naar huis. Waar Mr. Polska en zijn vaste producer Abel de Jong hun opwachting maakten. We gaan nu naar Ricky toe, die woont hier tegenover. Dus laten we beginnen. Maar bro, luister dan. Jij denkt toch niet dat je zeg maar mij zo voor het blok kan zetten, helemaal naar Polen kan komen, met die camera in the middle of fucking nowhere, en dat je daar gewoon mee wegkomt? Wat bedoel je? Je kan dat niet bij mij doen, bro. Je moet daar ook voor betalen, man. Dus... Je hebt net mijn rider gekregen, dat was helemaal niet mijn rider. Ik ga voor jou broodjes maken. Zijn je borden? God bless, we gaan 1 broodje voor je maken. En hier bent u getuige van het moment dat de pleuris uitbreekt. Want Polska kwam erachter dat het niet de juiste producten waren. Dit is verkeerd, man. Nee, ik heb al die producten heb ik aan die meneer laten zien en hij had niet exact niet mee. Probeer je echt serieus grappen met mij aan te maken? Nee, gast, ik ben net naar fucking... Denk dat je grappig bent? Dan ga ik gewoon weg, man. Als jij mij niet serieus neemt... Gast, ik neem je fucking serieus. Nou, echt, hè? Straks zie je hoe het afloopt met Mr. Polska en of die collab er überhaupt gaat komen. Maar eerst iets waar ik met het blote oog ben ingestonken. Een tijdje geleden plaatsten we een oproepje om mijn Dacia Logan te laten pimpen. Leuk en aardig, maar wat ik niet wist is dat Stijn en Tobias met mijn reservesleutel die bij Stijn hangt het initiatief in eigen handen namen. Ze gingen naar binnen, vraten mijn koekjes op en pakten mijn autosleutel. Ben je een koekje? En ik was een weekendje weg en zat niet vermoedend op een zonnig balkon in Antwerpen.
Dit is Pimp the Dean's Ride. Cassian Hogan, zo kom ik bij mijn show aan. Cassian Hogan. En dan nu denk ik het allerleukste moment, want dan mogen we nu dus gaan doornemen wat we dan met de auto gaan doen. De grote vraag is natuurlijk wat er met de Dacia gaat gebeuren. Ik zei in aflevering 1 al dat Tobias de wereld had beloofd aan KPN en dus waren de kleuren voor de auto snel bepaald. En verder kreeg Sander van de Redbox carte blanche van Toby en Stijn. Oh! Oh! Oh, oh een dino! Oh, dit gaat echt mijn pet te boven. Oh, dit gaat alle grenzen over. Denk je dat de waarde van de auto gaat stijgen of denk je dat de waarde van de auto gaat dalen? Ik denk dat het collector's item wordt. Kunnen we het nog gekker maken? Ja, ik heb nog één dingetje achterhand. Tobias en Stijn in de Gloria. Ik niets vermoedend in mijn ogen aan het wrijven in een koffietentje. Ja! Die is iets te breed zelfs. Nee, dat is fantastisch. Ik wil eigenlijk dat het zo fout is dat de buren gaan klagen. Wat waren ze in hun nopjes? En ik, niets vermoedend in het volgende tentje met een rietje in mijn neus. Nou, de grote dag. Ja, jij hebt weer een geniepig lachen. Ja. Ik heb echt geen idee wat er met mijn auto is gebeurd nu. Nee. Ik ben wel razend benieuwd. Ja, ja, jij gaat deze auto nooit meer wegdoen, Daan. Ik denk, als jij tegen mij zegt, jij gaat deze auto niet wegdoen, eigenlijk dat ik hem gelijk wil wegdoen. Ik ken deze manier van lachen ook helemaal niet van jou. Je lacht echt op een heel rare manier. Ja, dat ik... Ja. En dan is het zover. En ga ik erachter komen wat er met mijn Dacia Logan is gebeurd. Dag Carlos. Ja, het bereik is goed hoor. Ik zie je goed. Oh, dag. Ik had u helemaal niet gezien. Maar goed dat ik u tref. Want wilt u ook heerlijk kunnen converseren met een goed bereik? Neem dan KPN. Dat is de hele dag telefoneren of videobellen op een kraakheldere lijn. Dat noem ik nou nog eens betaalbare luxe. Je voelt je gewoon verbonden. Ja, nee, ik ben er nog, Carlos. Ja, het is ja, mooi weer. Straks gaan we verder met Pimp the Dean's Ride. Maar eerst een succesverhaal. Het gaat heel goed met de Dean. De streams gaan hard en de serie en de clips worden goed bekeken. Maar zoals ik in de leadertrack rap, zijn we op weg naar de top. En daar zijn we nog niet. Maar we hebben iets bedacht om dat proces te versnellen. In de film American Beauty uit 1999 wordt dit gezegd. Call me crazy. But it is my philosophy that in order to be successful... One must project an image of success at all times. Voor de Nederlandse kijkers onder ons, om succesvol te zijn moet je ten alle tijde succes uitdragen. Je kunt het de ziekte van social media noemen, maar het werkt wel. De hele dag succes zenden. Zenden blijft toch bijzonder. Zit in het vliegtuig en zit naast iemand die mijn muziek aan het luisteren is. Wat zal ik doen, zeggen of niet? Ha, dit is echt bizar. Ik zet net de radio aan en mijn eigen track komt voorbij. Blijft toch iets bizars. Oké, stay humble. En nog geen zenden. Heb je ooit wel eens een artiest horen zeggen? Yo iedereen, mijn laatste track is helaas niet zo goed gegaan als ik had gehoopt. De streams vallen een beetje tegen. Misschien ben ik gewoon een beetje over de hill. Nou, ik niet. Succes zelfs. En wat is het toppunt van succes bij een muzikaal artiest? Juist, een gouden plaat. En officieel krijgen die pas vanaf 8 miljoen streams. Maar wij vinden een paar honderdduizend ook ziek veel. En genoeg voor een zelfbestelde gouden plaat. Maar omdat we dit succes ook moeten zenden, moet die gouden plaat wel worden uitgereikt. En waar kunnen we dat nou beter doen dan in het radioprogramma van mijn eigen manager Stijn? Ja. Maar we zitten hier met iets anders. Oh. Want wij zijn met z'n drieën in de studio, maar er is nog iets meegekomen deze studio in. Ja. En nu kan ik het als manager zeggen, hè, van de Dean. Maar ook als vriend, als collega...
Vind ik dit een bijzonder moment. En ik denk dat we het ook... ik denk dat Tobias het er even bij moet pakken. Ja. Nou ja, Daan, het gaat denk ik jouw stoutste dromen overtreffen. Maar je hebt hier zo snoeihard voor gewerkt het afgelopen jaar. En je hebt het zo ontzettend verdiend. Ik kom even naar je toe, Daan. Wat is dit? Ja. Ik doe meteen dat. Daan, je hebt een gouden plaat te pakken. Voor Wat is je naam met Sulema? Ja. Wow, thanks man. Ja, ongelooflijk. Ik zie ontroering zelfs. Hier, kom. Ja. Dankjewel man. Maar één gouden plaat is geen gouden plaat. En dus luisteren we de Zapp Awards er ook in. En naast mij zit dus de Dean, oftewel Daan! Yes! Wauw, altijd jeuk of nooit meer slapen? Altijd jeuk, want dat heb ik sowieso al. Want, echt? Ja, ik heb eczeem. Sorry dat ik heel even stoor. Hey. Hi, ik ben de DJ van de Dean. Je ziet hem denk ik niet aankomen, maar... Nee! Wow, wat is dit? Is dit echt? Dit is een echte... Je hebt een gouden plaat! Gouden plaat, what the fuck? Dit nou weer! Ja, gruwelijk. Ja, het is ook jouw vriend. Hey, had je dit aanzien komen? Nee, ja. Iets? Totaal niet. Kijk dan. Ja, ik vind dit echt bizar. En zo pakten we toch weer een beetje aandacht en kwamen we weer wat dichter bij de top. Iets wat minder succesvol was een verrassing die Tobias voor mij had. Wat denk je dat het is? Misschien gaat het telefoon? Dat zou wel leuk zijn. Nee, leuker. Veel leuker. Is dit wat ik denk dat het is? Is dit een soort... De Dean signeerhoekje? Ja. Je eigen signeersessie. Als een geste naar mij had Tobias een onaangekondigde signeersessie in een KPN-winkel geregeld. Wat een tractatie. Nog één keer even zeggen dat ik niet begrijp waarom ik hier zit. Ook. Wat heb je verkocht? Heb je gezegd... De Dean gaat zich opdringen aan mensen die hem niet kennen. Dat is toch leuk? Ja, heel leuk. Nou. Wilt u een handtekening? Ik ben een rapper. Nee? Ik ben een uitvoer. Oké. Okay. Wilt u een handtekening? Wat doet u? Ik ben rapper. Ja, rapper. Oh, yeah. Lovelista. Ja? Yeah? Ja, nee. Ik heb niet zoveel met rappen. Laatste. Ik doe er niks mee. Nee? Dus bedankt voor de meeting. Oké. Okay. Van de Dean. Dat ben ik. Okay. Wilt u een handtekening? Ja, waarom niet? Oké, cool. Ik voel me een charlatan. Wat doe ik hier? En na anderhalf uur ongevraagd handtekeningen te hebben uitgedeeld, zag Tobias het eindelijk in. Ja, nou dit werkt dus niet. Leef er maar weer in. Dat had je ook wel kunnen vertellen. Ja. Terug bij de Rapbox, waar mijn gepinte Dacia Logan eindelijk onthuld gaat worden. Vanaf nu rij ik in deze subtiel gepimpte Dacia Logan, oftewel de Mean Dean Machine. Terug bij Mr. Polska, die samen met zijn producer Abel de Jong met de Noorderzon vertrokken lijkt te zijn. Zit hij me nou, ik snap nog steeds niet of hij me nou zit te trollen of niet. Wat gaat hij doen? Gaat hij echt wegrijden? Gaat hij oprecht? Wat moet ik doen? Moet ik naar buiten lopen? Ik weet niet wat ik moet doen, man. Maar denk je echt dat ik hem echt beledigd heb? Ja, doe maar. Even stoppen. Het lijkt er gewoon op dat hij hem echt fucking gepeerd is. Fucking hell, man. Wat een gezeur. Ik besluit Mr. Polska op te bellen. En na een poging of zes neemt hij eindelijk op. Ja, maar luister dan. Hoe heet je ook weer, Daan? Hoe heet je ook weer? En dan blijkt hij alweer op de ring richting Rotterdam te zitten. En ik heb moeten lullen als brugman... Maar uiteindelijk is hij omgekeerd en weer teruggekomen. Hey!
Godverdomme. Dit wordt echt een leuke dag, hè? Jij geeft mij zo fucking veel stress, ouwe. Oh, dit wordt echt een leuke dag, man. En wat hadden ze een schrik. Ik heb als een skankje moeten kruipen en de gekochte producten alsnog moeten eten. Maar toen konden we eindelijk de studio in. Gaan we pokken maken? Ja. Die knop gaat niet. Nou wel. Oké. Je nodigt mij naar iemand zijn slaapkamer uit, kill. Maar jij hebt toch de fucking beat gehoord? Ja. Ja, de beat, ja. Weet je wat het is? Akoestiek, bedje, al het regelde. Ja, de akoestiek is gewoon goed, man. No worries. Hij heeft sowieso ooit paga geslagen terwijl hij daar is. Zeker. En dan, als Polska en ik allebei een beetje zijn bijgekomen van wat er allemaal is gebeurd die ochtend, gebeurt er ineens dit. Een vredesbox. Ik loop hier maar een beetje te trollen. Eindelijk hoor ik het hem zeggen. Ik denk echt even dat ik gek aan het worden ben, hè? We gaan ervoor. Het is weer weekend. Ik klap mijn laptop dicht, kijk hoe ik wegren. Working 9 to 5 trek ik echt niet, man. Kom maandag niet meer langs omdat ik ziek ben. Ga naar de Je hoort het goed. Mr. Polska rapt in het Pools. Want dat wilde ik graag en dat vind ik vet. Maar wat ik ook wil weten is wat hij eigenlijk rapt. Mijn naam is Erik Erectia. Wanneer die Kamagra erin vliegt, wordt het beest wakker. En dat ze in het Pools is, moje imię to Erik Erectia wleci Kamagra obudzi się bestia. Die laatste lijn is... Kom op konijntje, doe maar wiebel. Oh ja. Die heb ik in het Pools gedaan. Ah, dit. De track staat erop. Ricky blij, Mr. Polska blij en ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over een track. En dat betekent dat er een lijpe videoclip gemaakt moet worden. En er is maar één man die zijn perverse geest kan laten draaien ervoor. Juist, regisseur Toby. Nog nooit hebben we zo'n groot opgetuigde clipshoot gehad. We zouden wel 2 clips kunnen maken van het materiaal wat we hebben geschoten. En weet je, misschien doen we dat ook wel. YOLO. Het is eindelijk gelukt. Het nummer Het is weer weekend van de Dean Feed Mr. Polska is nu te streamen op Spotify. En de clip komt morgen om 15 uur online. En ik wil van jullie vragen, stream het. Deel het, maak TikToks op de sound. Duw het mensen onder de snuffert. Laat dit een weekend anthem worden. Power of the crowd. Power of the dino's. Ik heb af en toe het gevoel dat ik te veel aan het vechten ben om geaccepteerd te worden als rapper. En door de scene. Ik denk toch dat je soort van de Daan en de Dean, dat het echt een beetje een grap is. Dat het een beetje een gimmick is. Het is leuk. Okay. Dus ik denk meer dat het een soort van pakje is wat je aantrekt en dan een kunstje gaat doen. Kijk, hij schudt zijn kont. Wat voor een party boy is dit, man, jeez. Ik merk dat het mij elke keer toch te veel raakt als iemand mij een gimmick noemt. Want ik ben wel degelijk serieus. Alleen gebruik ik humor als een tool om een boodschap te brengen. Ben ik een rapper? Ben ik een artiest? Een komiek? Een programmamaker? Wat is het nou? We kunnen je niet peilen. En dat is het nu juist. Misschien ben ik wel niet te peilen. En de eerlijkheid is dat ik zelf ook niet altijd weet wat ik aan het doen ben. Ik vind dat ik moet stoppen met zo graag geaccepteerd willen worden. Mijn hele leven trek ik al gekke outfits aan. Het grootste deel van mijn leven maak ik al muziek. En het grootste deel van mijn leven maak ik al filmpjes. Ik zit hier met mijn hart in. Als programmamaker, zoals mijn opa ook was. En als artiest, zoals mijn andere opa ook was. Het begon allemaal uit een oerdrang. Een nieuwsgierigheid. En nu zijn er een hoop mensen die ervan genieten. En dat vind ik het allertofst. Het voelt ook een beetje alsof wij met elkaar de Dean zijn. Want jullie waren er vanaf het begin af aan bij. En nu zijn wij degene die een rider inleveren bij een poppodium.
vertel even, wat heb je er allemaal opgezet? Nou ja, bijvoorbeeld een komkommer, fruit, snoepjes, dingetjes, biertjes. Dit is in ieder geval natuurlijk een boutique champagnetje. Boutique champagnetje. Oh. Niet van zo'n... Oh, nou, dit is wel een... Vies groot huis. Oh, is het 1854? Ja, maar dan wel gewoon iets kleins, iets goeds. Uit Reims. Oh, dat is ook de hoofdstad van de champagnestreek. Broodjes, dingetjes, krasloten. Je weet dat je je gaasje dan nog een beetje omhoog kan krikken. Shit, nou... Kak! Samen met mijn vrienden zijn we gekomen op het punt waar we nu zijn. En daar ben ik trots op. Maar waar gaan we nog heen? Komt er nog een seizoen? Geen idee. Komen er optreedverslagen? Zeer waarschijnlijk. Komt er meer muziek? Dat sowieso. Komt er een album? De albumcover is er in ieder geval al. En in het puur hypothetische geval dat er een album komt, wat dan in het puur hypothetische geval Bohemian Eclectic zou heten, zou ik de studio weer induiken met Ricky West. Er een featuring met Lange Vizierik op willen en met Jens van Kelderklasse 15. En natuurlijk met de winnaar van de Dien Zoekt Talent. En dat is, met een grote meerderheid van de stemmen, Bob Spanish. We houden jullie via dit kanaal op de hoogte en we hopen jullie snel te zien bij een live optreden. De Dien is een serie van Daan Boom en Tobias Kamman. Dank aan Stijn van Vliet als manager en creatief meedenker. Producer Bo de Leeuw, ze kwam binnen als stagiair en is nu een volwaardig producer. Trots op je. Animatie, graphics en merchandise ontwerp. Tape, Menno Steenvoorde, Janne Koza en Menno Sluimers. Soundtracks, Studio Muziekpakt, Chris Wiegel, Jelle Verstraten, Ricky West, Anne Tekstra en Danny Baum. Tracks van de Dien, Danny Baum, Ricky West en Anne Tekstra. Audio nabewerking, Jelle Verstraten. Dank is groot aan onze geweldige sponsor KPN. Collea Wijs, Melvin Gaal, Max Middelhoven. Collaboration partner Michael van Os. Optredens via AT Bookings. Annelot Nijkamp, Stefan Bruinsma, Björn Pinas. Edit van deze serie, Danny Baum. Dank aan de collabs, Sterre Marit, Danny Christian, Mr. Polska. En er zijn nog veel meer mensen die hebben meegewerkt aan de videoclips. Die staan allemaal in de beschrijving van de desbetreffende clips. Dank aan familie en vrienden voor morele ondersteuning. Maar vooral dank aan de dino's. Het is een irreële droom misschien. Maar wat er ook gebeurt, jullie gaan het zien. Het is de Dien. Ik zet alles in de fik, op naar de top. Mijn vrienden en ik, het is de Dien.